Iedereen weet dat men in die 8 jaren armer is geworden, onveiliger is geworden, het leven ondraaglijk is geworden. Iedereen weet dat. En iedereen wil verandering van beleid. Iedereen wil verandering van de regering. Het beroep wat we doen op het Surinaams volk, volk van Suriname. Als u gered wenst te worden uit deze situatie, hier is de VHP. Om met u het land Suriname te redden. Geef ons dat mandaat. Geef ons dat volledig mandaat. Zou u met de NDP werken? Want het is dan tegenstrijdig. En de kiezers worden daar een beetje confusing van. Je geeft eerst aan van stem op ons, deze mannen zijn slecht. En daarna kan er misschien toch een situatie voorkomen waar u zegt van nee, we zullen kijken, want ze zijn toch goed. Ik zal uw vraag doorgeleid aan het volk van Suriname. Dat zegt u, volk van Suriname, wordt u wakker. No geu stena de politiek partij, sa tja u ko in a malaise, in a probleem die zie. Dat je dat. Geef een mandaat. Dat je dat. Geef een mandaat. Geef een mandaat naar AVHP. Geef een VHP 28 zetels, met AVHP regeerdappen. Dat vraag ik aan het volk van Suriname. Geef me dat mandaat. De vraag is, gaat de VHP samenwerken met de NDP, die nu zo slecht is dat ze het land in een... Weet u wat we maar les hebben gebracht? Welke opties ziet de VHP om toch met de NDP, die dit land heeft verzicht, samen te werken? Dat is de vraag. In elke week zijn we bezig, landelijk. En het enige wat we het volk van Suriname vragen, geef ons 28 zetels om het land uit de crisis te halen. Ik heb geen enkele samenwerkingspartner nodig. Is de NDP een potentiële partner na de verkiezingen, ja of nee? Dat heb ik al 5 keer gezegd. En ik ga het nog een keer zeggen. Geef ons volledig mandaat om het land uit de crisis te halen. En wij zeggen, geef ons... Zeker in de buurt van 28 zetels om het land uit de crisis te halen. Maar ik kan u zeggen dit. Al gaan wij 40 zetels halen. Laat mij dat vandaag hier benadrukken. Al gaan wij 40 zetels als VHP halen. We gaan elke Surinamer betrekken om het land uit de crisis te halen. Omdat die crisis zo groot is. Dat we elke Surinamer nodig gaan hebben. Dat is de visie van de VHP. Mocht de VHP toch 40 zetels hebben of het aantal maakt niet zoveel uit. Maar stel 40 zetels. U alle Surinamers nodig zal hebben. Zou u ook misschien de heer Boutersen en de groep van de NDP nodig hebben om dat te doen? Als u mij 40 zetels geeft, dan begin ik nu al met uw vraag het volk van Suriname te feliciteren. Want dan heeft u afgewezen de huidige regering en de huidige leiders. Wie wordt dan de presidentskandidaat van de VHP? Deze verkiezing die komt, gaat niet om wie president wordt en wie geen president wordt. Deze verkiezing die komt, gaat over hoe kunnen we ons geliefd land Suriname redden. Het gaat om tonen van leiderschap. En VHP toont die leiderschap dat we in staat zijn dit land uit de crisis te halen. En samen met alle Surinamers gaan we dit land samen redden. Dat is onze missie.